Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden. Op de nieuwjaarsreceptie gaf je aan dat het gaat goed met ZZ Leiden. Op welke vlakken? Nou ja, wij hebben natuurlijk sportief de doelstelling om in die top van Nederland mee te doen. En dat doen we nog steeds. Daarnaast hebben we een hele gezonde, mooie basis, een grote, brede businessclub. En op de nieuwjaarsreceptie heeft de hoofdsponsor bekendgemaakt om nog 3 jaar verder te willen. En dat is natuurlijk ook prachtig om verder te bouwen aan de toekomst. Loyale sponsors zijn al best wel een tijdje lid, hè, van, of hoofdsponsor van ZZ Leiden. Ja, dat is toch wel vrij ongekend eigenlijk in topsport. Dit was het 11e jaar dat Zorg en Zekerheid hoofdsponsor is. En als ze opnieuw bij gaan tekenen, ja, dat is vrij bijzonder. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dat wou ik net zeggen. Daar ben je hartstikke blij mee dan. Ja. We staan nu in de 5 mei al. Dat is was een tijdelijke oplossing. Staat er inmiddels al heel lang. En spelen jullie ook al een heel tijdje in. Er liggen al een hele tijd plannen voor een nieuwe hal. Maar dat laat allemaal nog wel een beetje op zich wachten, hè? Nou ja, goed. We hebben natuurlijk eerst op een andere locatie gekeken. En dat was een particulier initiatief. En dat heeft wat tijd in beslag genomen. En uiteindelijk, ruim een jaar geleden, in overleg met de gemeente, voor een gemeentelijk traject gekozen. En daar zitten we nu middenin. En het ziet er naar uit dat dat een bepaalde kant op gaat. Waar we uiteindelijk hopelijk een hele mooie nieuwe hal krijgen. Hier achter de 5 mei al. En op welke termijn moet ik dan denken? Op de lange of op de korte? Nou ja, wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk, maar ik denk toch dat er al gauw 2 jaar overheen gaat voordat hij er staat. Maar dan moet hij er ook maar staan, vind ik. Ja, want dat heeft best wel lang geduurd al, hè? Ja, goed, maar weet je, dit zijn van die processen die kan je moeilijk sturen. En je moet oppassen wel, want het zijn allemaal politieke besluiten. Als er straks weer verkiezingen komen, zijn we zo weer een hele tijd verder. Dus laten we gewoon snel dat besluit voortzetten en verder het project uit gaan werken. Maar het is ook wel in jullie voordeel, denk ik. Nou, dat is sowieso in jullie voordeel. Maar als je vanavond kijkt tegen Weert, zit de hal bijna vol. Ja, die nieuwe hal die gaat toch wel meer zitplaatsen krijgen. Dan wordt het nog voller. Ja, wij verwachten dat zeker met een mooie nieuwe entourage, dat ook weer een nieuwe groei zal betekenen voor zowel de businessclub, maar ook qua publieke belangstelling. Daar geloven we heilig in en daar willen we ook volledig op aansturen. Want deze hal is wel, ja, dat is wel aan het einde, zeg maar, van zijn... Nou ja, kijk, we hebben hier natuurlijk van gemaakt wat er mogelijk was. Maar gewoon internationaal mogen we straks niet meer in deze hal spelen. Dat betekent zowel voor Europees basketbal, voor de club, maar ook voor Interlands van het Nederlands team. Die zullen hier niet meer gespeeld mogen worden. Afgelopen jaar nog wel? Afgelopen jaar nog wel. En je hoopt natuurlijk dat je nog ergens een keer een stukje dispensatie kan krijgen, dat het nog een keer kan gebeuren. Maar het ziet er gewoon naar uit dat op termijn dat gewoon niet meer hier gaat gebeuren. En dat zou zonde zijn. Maar als het Nederlands team dan zegt, we willen toch echt per se in die 5 mei al spelen, kan het dan wel? Dat hopen we dan. Dan moet je kijken of je dispensatie kan krijgen bij FIBA. En misschien met het vooruitzicht van een nieuwe hal dat ze bereid zijn om dispensatie te geven. Maar dat weet ik niet. Dat is eigenlijk aan het Nederlands team om daar iets mee te doen. Ze spelen hier graag, heb ik begrepen. Leiden heeft een fantastisch publiek en dat is belangrijk. Ja, fantastisch publiek merkten we ook vanavond tegen Weert. Ja, het is gewoon één groot feestje, dat basketbal. Jullie wonnen, maar het was niet makkelijk, hè? Nee, nee. En tegen een club als Weert, ik heb het al eerder gezegd natuurlijk, dat soort wedstrijden moeten wij gewoon winnen. Alleen je ziet dan toch dat het heel moeizaam verloopt en uiteindelijk komt het wel weer goed. Maar je hoopt eigenlijk dat je uiteindelijk met een stukje gallery play het publiek nog meer kan vermaken en er een echte klantenbinder van kan maken. Maar goed, het is een goede overwinning geworden uiteindelijk. Ja, want van de nummer laatst mag je eigenlijk niet verliezen, hè, die pas 1 wedstrijd gewonnen heeft. Nee, dat gebeurt dan ook niet, gelukkig. Jullie zijn afgelopen week wel uitgeschakeld voor de beker. Hoe kijk jij terug op dat bekeravontuur van ZZ Leiden? Nou ja, kijk, bij de beker zijn er altijd twee stringen, zeg maar. Waarbij je eigenlijk van tevoren al je schema bekend wordt. En wij wisten dat als Groningen zijn wedstrijden zou winnen in de voorronde. En wij, dat we elkaar ergens een keer zouden ontmoeten. En ja, Groningen is op dit moment een maatje te groot. Ze hebben het in Europa fantastisch gedaan. Dat is goed voor het Nederlandse basketbal. En de Nederlandse competitie hebben ze tot op heden slechts 1 wedstrijd verloren. Groningen is op dit moment de grote ploeg. En het mooie van basketbal is natuurlijk wel dat je hebt de competitie. En wij moeten zorgen dat we een hele goede uitgangspositie verwerven in die competitie. En dan beginnen de play-offs. En in de play-offs gaan de tellers toch weer op nul. Dus... Er zijn nog voldoende mogelijkheden. Voldoende mogelijkheden. Er is bij ZZ Leiden nu een nieuwe coach sinds dit seizoen, Paul Vervaak. Ook een aantal nieuwe spelers. Hoe bevalt het met die nieuwelingen?
Nou ja, het is even wennen natuurlijk. We hebben een pech gehad aan het begin van het seizoen met, ernstige blessure van Casimir Wright, die daardoor gestopt is. Vanaf januari hebben we eigenlijk de ploeg compleet. Nou heb je vanavond ook weer gezien dat er dan toch nog 3 geblesseerde spelers zijn. Dus dat helpt ook nog niet. Maar langzaam maar zeker moet dat team wel een team gaan worden. En we hebben gelukkig nog wat tijd tot de play-offs. Maar dat zal de komende maanden tot een geheel gesmeed moeten worden. Strijdklaar voor de play-offs. Ja, want als je die play-offs haalt, dan moeten ze er wel echt staan, hè? Dan moet je er staan. En dan is het money time.